vandaag 1 september, oftewel. Of 1 september? 1 oktober! Niet helemaal 1 op zich. Oh, jongens, het begint al goed. Het is vandaag 1 oktober, oftewel vlogtober. Ik ga de hele maand vloggen. Ga ik althans proberen. Waarschijnlijk dat ik om de dag doe. Dus vandaag, morgen niet, daarna wel, dan weer niet, dan weer wel. Omdat ik zit toch met editen. Dus ik ga het proberen. Ik hoop dat alles goed gaat en dat alles gaat lukken. Ik ben klaar. Ik heb me eigenlijk lekker snel aangekleed. Lekker makkelijk aangekleed. En ik heb mijn beanie op, want het is herfst. Dus dan kan je ook weer muts opdoen. I love it. En ik ben lekker in focus. Dus ja, ik ga nu even met mijn vader mee gaan boodschappen doen. Gisteren is het niet goed gegaan met mijn moeder. Mijn moeder heeft waarschijnlijk weer nierstenen. Zijn we mooi klaar mee. En het doet natuurlijk hartstikke veel zeer. Ik zet jullie heel even hier neer. Maar het doet natuurlijk hartstikke veel zeer. En het is zo zielig, want je voelt je op dat moment echt gewoon machteloos. Van, oh, wat kan je er nou aan doen? En je kan eigenlijk gewoon helemaal niks aan doen. Dus ja. In ieder geval, mijn moeder is gewoon gelukkig weer thuis. Ze is vannacht in het ziekenhuis geweest bij de huisartsenpost. Want het ging helemaal niet goed en ze had heel veel pijn en dit en dat. Dus ze heeft morfine gehad vannacht. En nu is het weer helemaal goed. Tenminste, ja, helemaal goed. Ze heeft geen pijn. Tenminste, niet heel veel pijn meer, denk ik. Maar omdat mijn moeder nu dus met pijn en zo zit. En natuurlijk ook de medicatie die ze allemaal heeft. Gaan mijn vader en ik even boodschappen doen. Dus mijn sieraden zijn om. En we gaan boodschappen doen. Ik ben weer thuis. Ik ben weer thuis en ik ben heel erg moe. We hebben net boodschappen gedaan. Wat standaard dingen en ook wat dingen voor vanmiddag en vanavond en weet ik het wat allemaal. Ik ga nu heel gauw even opruimen. Ik ben strand verkouden, niet normaal. Even opruimen, want dat mag wel even. Kijk, hier ligt van alles. Daar ligt van alles. En daar. Het is eventjes nodig, dus ik ga even opruimen. Vervolgens ga ik me weer omkleden, want ik heb dit aan. En dat gaan we natuurlijk niet aanhouden. En waarschijnlijk ga ik daarna gewoon lekker in mijn bed liggen en video's kijken. Ik heb totaal geen zin om überhaupt iets te gaan doen vandaag. Ik ben te moe en ik voel me gewoon ook nog steeds niet lekker. Die medicijnen helpen ook helemaal niet. Ja, dus dat wil ik gaan doen. En ik ga even wat drinken, want ik heb ook dorst. Goed, ik lig lekker in mijn bed. Ik heb net 38 minuten geskypt met mijn oma. We hebben gekletst over gisteren. Want gisteren is ze natuurlijk met pensioen gegaan. Laatste dag werken. Dus dat was hartstikke leuk voor de verrassing voor haar en zo. En dus dat was gelukkig allemaal geslaagd. Dus ik zat net nog even te kletsen hoe ze het vond en zo. En mijn oma is gisteren ook naar mijn tante's nieuwe huis geweest kijken. Want mijn tante heeft een nieuw huis gekocht en ze hebben gisteren de sleutel gehad. Dus ja, wij zijn gisteravond niet geweest omdat we natuurlijk met mijn moeder zaten. En of op een gegeven moment natuurlijk ook in het ziekenhuis in midden in de nacht op. Dus dat was best zwaar. Dus aan de ene kant ook wel goed dat we niet gegaan zijn. Ik ga nu mijn gemak houden. Ik ga even wat filmpjes kijken. En ik wilde eigenlijk nog wat opdrachten doen, maar daar ben ik echt te moe voor. Ik denk als ik even één filmpje heb gezien, dat ik dan lekker ga slapen. Even wat slaap heen pakken, want ik ging... Ik ging 3:30 pas slapen. En ik werd rond een uur of 8, 9. Tussen 8 en 9 werd ik wakker. Maar vanaf dat moment ben ik in bed blijven liggen tot 10 uur of zo. Maar continu draaien, weet je wel. Dat je, ik wil mijn bed niet uit. En dan draai je weer die kant op, maar je slaapt ook nog half. Dus zoiets. Dus ik ben nog best wel lang blijven liggen. Maar ik ben op zich wel moe, omdat ik ben vannacht natuurlijk 3 uur lang wakker geweest. 3, 4 uur lang. Dus ik wil gewoon even een beetje slaap bijpakken. Ik ben heel erg moe. Opdrachtjes die komen morgen wel, die ik nog moet maken. En weet je. Ik wil even mijn slaap pakken. Ik ben gewoon heel erg moe. Oh, en. Oh my god. Zo moe.
Ik heb trouwens een nieuwe intro. Hoe vinden jullie hem? Ik heb het beeld hetzelfde gelaten, maar ik heb de muziek veranderd. En ik heb er een subscribe dingetje achter gemaakt. Ik vond het heel erg leuk. Ik hoop jullie ook. Ik ben heel erg blij met deze intro. Ik was nog steeds niet helemaal blij met de intro die ik had. Maar deze vond ik wel heel erg leuk. Dus daar ben ik wel heel erg blij mee. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vonden. Vinden zwellers, want hij blijft er gewoon lekker bij. Het zal vandaag wel best wel een hele saaie vlog worden. Een hele rare vlog. Heel random van alles en nog wat. Maar het is gewoon echt een chille dag. En ik wil toch eventjes vlogtober beginnen. Waarschijnlijk ga ik het niet helemaal afmaken. Maar ik probeer wel zoveel mogelijk. Of een paar dagen. Of hooguit zou ik wel een paar dagen overslaan. Maar dat komt omdat ik het niet trek dan met stage en school. Dus we zien eigenlijk wel hoe het gaat lopen. Kijk, als ik minder stage had of minder school had, had ik dit echt wel gewoon elke dag kunnen doen. Maar het wordt te moeilijk als ik dit elke dag moet gaan doen. Dus ik doe mijn best voor jullie en ik hoop zoveel mogelijk vlogtober video's te kunnen maken. Ik ben weer wakker en oh mijn god. Ik ben nu nog moe, maar ik hoop dat het zo meteen weer wegtrekt. Maar ik ben wakker geworden en mijn maag rommelt. Ik heb echt heel erg veel honger, dus het is tijd voor een lekkere snack. Goed, ik ben onderweg naar mijn oma, die even een bakje terugbrengen. En gelijk even is lekker mijn pikkie voelt de oude daar. Ik ga eventjes lekker wat sla eten. En ja, we zien het eigenlijk wel. Maar het is heel erg lekker temperatuur, maar ik moet ook zorgen dat ik altijd thuis ben. Als het donker wordt, gaan we niet meer over straat. En ik lig ineens op een heel ander plekje. Ik zet jullie even lekker hier neer. Ik ben boven in het bed van mijn ouders. Ik heb namelijk zelf natuurlijk geen tv meer. Maar mijn ouders wel. Dus ik ben boven, zoals je misschien hier kan zien, tv aan het kijken. Want ik wilde zo graag Dance 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 zien. En mijn ouders die zijn wat anders aan het kijken. Dus dan ga ik boven kijken. Dus ik heb net 3 uur naar bed gedaan, een boekje voor gelezen. En dan ga ik zo lekker Dance 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 kijken. Ik heb er zin in. Goed, Dance 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 is afgelopen. De Jopie Parlevliet Show is ook afgelopen, want die kwam erachter. Dus die heb ik net ook gekeken. Ik ben heel erg moe. Ik ga zo ook lekker slapen. Ik ga zo naar beneden. En dan zien we eigenlijk wel verder. Ik weet niet eens hoe laat het is. Het is nu 11:15. Even lekker open belicht. Let me check. Het is nu 11:15. Ik heb mijn achtergrond ook veranderd. Laat ik morgen wel zien. Ik heb een soort van tweede horloge aan. Kijk dan. Als ik in de zon zit heb ik altijd een horloge aan. En nu zie je dus mijn horloge zitten. In ieder geval, ik ga zo lekker naar beneden. Ik ben heel erg moe. Ik ben ook weer niet lekker. Ik ben heel misselijk. En pijn met ademhalen. Dus ik hoop dat ik er straks minder last van heb. Dat is eigenlijk al wat ik voor vandaag te zeggen heb. Ik heb vandaag niet heel veel gedaan. Het is een beetje een saaie dag, maar ik wilde toch vloggen. Ik ga kijken voor hoever ik vlogtober kan doorgaan en kan doen überhaupt. Hoe ik zit met school en zo. Dus we zien het allemaal wel. In ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken. Geef deze video een blauw duimpje omhoog voor alle nieuwe mensen. Abonneer mijn kanaal hier beneden. En ik zie jullie heel erg snel weer bij een nieuwe vlog.